En op nummer 1, 2 april, is de datum van de jongste, snelste en de wildste omroep Veronica. Het beroemde schip strandt in 1973 voor de kust van Scheveningen. En Veronica verandert jaren later op dezelfde datum haar naam in Jorin. Radio Veronica wordt geboren op 19 oktober 1959 en heet eerst Vron. De naam wordt later veranderd in Veronica, naar aanleiding van het versje van Annie M.G. Schmid, Het Schaap Veronica. Radio Veronica wordt namelijk gezien als het zwarte schaap onder de Nederlandse omroepen. Veronica is een soort lifestyle statement. Je bent jong en rebels als je naar de brutaalste omroep van Nederland luistert. Door een heftige storm strandt het schip op 2 april 1973 aan de kust van Scheveningen, maar kan een paar weken later alweer varen. Het is niet de enige tegenslag voor Veronica, want op 31 augustus 1974 moet de radiozender definitief verdwijnen. Veronica! Dit is het laatste uur. Een groot drama. De radiozender moet stoppen omdat de zogeheten anti-zeezenderwet in werking treedt. Alle Veronica-medewerkers zijn in diepe rouw. Radio Veronica. Elke tik die je hoort betekent dat het weer later is geworden, dat weer een seconde voorbij is gegaan die nooit meer terug zal keren en dat iets wat je op dit moment beleeft, dat je dat ook nooit meer zal beleven. Programmaleider Rob Oud nam afscheid met de legendarische woorden: bij het afscheid nemen van Veronica sterft ook een beetje de democratie in Nederland. Iedere morgen 10:45. Nou, dan dronk ik echt mijn kopje koffie en dan luisterde ik naar Tineke. En ik heb ook een kaart naar Van Doren geschreven, dat ik toch heus niet een van de jongste ben, 64 jaar namelijk. En dat ik altijd met plezier naar Veronica geluisterd heb. En dat ik het heel, heel erg jammer vind dat door die hoge heren zo gehandeld wordt. Maar Veronica gaat door. Ze gaan demonstreren in Den Haag en beginnen een actie om een plaats te veroveren binnen het Nederlandse omroepbestel. De leden stromen binnen, zodat al snel de aanvraag van een C-status kan worden ingediend. En zo gebeurt het. Op 1 januari 1976 worden de eerste Veronica-programma's uitgezonden. Veronica. Keihard. De lekkerste. Veronica wordt immens populair en de term het Veronica-gevoel ontstaat. Onder slogans als je bent jong en je wilt wat en Veronica rete goed blijft het ledenaantal maar groeien. Ze krijgen een A-status, gaan uiteindelijk commercieel en stappen uit de HMG en moeten hun naam veranderen. En dan komen we bij nieuwsfeit nummer 2, want Veronica wordt Jorin in 2001. Een hele toestand, want eerst willen ze de naam Mi, maar dat mag niet omdat de naam te veel lijkt op een kledingmerk. Dus wordt het Jorin. Mag ik het eerlijk zeggen? Ja. Ik vind er niets aan. Ik vind het niet een naam wat mensen makkelijk uitspreken. Ik vind het niks voor een televisiestation. De naam Veronica gaat weer op zender in 2001. En op 28 augustus 2003 gaat Veronica samen met SBS 6. Keihard. De lekkerste.